Zo heer, goedendag, kan ik u helpen? Goedendag, mijn naam is Ralf. Ja, dat vraag ik niet. Oh. Kan ik u helpen? Wat doet u hier? Ja, het is zo stil hier in Tilburg, hè? Ja, dat vraag ik ook niet. Ik zeg, wat kom de gij hier doen? Pardon? Wat kom de gij... Do you speak English? Yes, maar oh. Ik praat ook wel Nederlands. Oh, nou, dan vraag ik het nog een keer. Wat kom de gij hier doen? Ik versta geen Belgisch. Oh. Wat zeg jij dan? Ik zeg, wat kom de gij hier doen? Of moet ik de security gaan halen, of wat? Nee, ik heb gehoord dat hij zo stil is in Tilburg, dus ik kan wat muziek maken. Jij komt muziek maken? Ja. Oh, en wie heb jij daarvoor gevraagd? Ja, ik heb via Event of David de Veesje gehoord dat, dat hij hier komt. Nou goed, ik ga daar niet over, dus vooruit. Heb je al koffie gehad? Nee, nog niet. Oh. Goed, dan gaan we beginnen met het interview. Oké. Okay. Want ik zou jou wel zeker eens gaan interviewen dan. wie bent u en waarom? Ik ben Ralf. Ralf, ja. En ik hou van muziek. Ja. Dus ik ben een muzikant geworden, hè. Jij bent muzikant geworden? Ja. Oh. Ja, dat kan. Oh, wacht eens even. Ralf! Jij zat die neunen met die gitaar die allemaal muziek maakt. Ja, dat klopt. Oh, nou, dan weet ik het wel, ja. Hey, jij bent toch ook pas getrouwd, of niet? Ja, zeker. Dus vertellen. Ja, er zijn pas een... Drie platen zijn er net uit, nieuwe platen. Ja, en daar gaat het trouwen. Ja, tijdens de release, in de pauze, ben ik getrouwd met mijn meske. Met uw meske? Ja. Oh, je had met mijn rijkers gebeld. Waarom? Dan heb ik u wel gewaarschuwd. Waarover dan? Ben je naast te laat, hè? Hoezo dan? Ja, nou, als je helemaal getrouwd bent. Maar goed, daar kan ik nog wel een buksje over open doen, maar daar gaat het nou niet om. Ik wens jou veel succes. Dankjewel. Dus jij bent van beroep, zeg maar, zei jij muzikant? Ja, dat klopt. En wat doe je voor werk? Ja, liedjes schrijven en optreden. Ja. En, Dus jij verdient... Een beetje administratie, hè? Ja, jij verdient daar de kast mee. Ja. Ik snap er helemaal niks van, want als ik er zo weer in de net ga in de Heuvelstraat zien zitten... Ja. Met zijn gitaar, dan krijgt hij van mij geen daad, hoor. Dat moet je gerust weten. Daar speel ik ook nooit. En dan luister ik nog geen eens wat hij doet met zijn jammer uit, want dat steekt mij helemaal niks. Nee, maar ik speel nooit op straat, hè. Oh. Nee. Wat doe jij dan spelen? In cafés, theaters. Oh. Nee. Ja. Festivals. Festivals en zo. Leuk. Hey. Is dat leuk? Schoolmeskes, lekker dansen. Oh, ja. Hey. Ja. Nou. Ik durf het bekend niet te vragen, nee. Ja. Maar doet eens een mapje voor mijn spullen. Ja, is goed. Maar... En voor de kijkers thuis ook trouwens. Ja. Houd jij van beladen of meer van iets wilds? Nederlandstalig, dat vind ik wel schoon. Kende jij bijvoorbeeld die... Weet je trouwens wie wel goed kan spullen? Tiske van Gerven, hè. Maar is een nieuwste hitsingle. We gaan allemaal dansen en springen tot het morgen wordt. En we stappen niet totdat het licht wordt met de handjes in de lucht. Kende jij die? Die ken ik niet, hoe wat, hè? Ja, dat ga ik nou niet veel doen. Oh. Ga je zelf maar wat spelen dan? Dat is goed. Dan zeg ik een slaapliedje spelen, goed? Ja, dat moet je helemaal zelf weten, want ik ga toch ergens naar een buitenkiet. Oké. Nou, begin maar. Komt-ie, hè? We a little more girl. We zijn voor 30 jaar in Kamerlek hier. Sing a song. Hey, Matje, wat doe jij hier? Hebt u een polsbandje? Ik heb geen polsbandje. Oh, hoe zijn jullie hier binnengekomen dan? Met een portier. Wij de portier? Ja, dat is een man met zijn bril op. Die met die een bril? Ja. Die laat ook zomaar Jan en allemaal binnen, hè? Ik zit hier rustig een broodje te vrij te hukken in de krammen van de kwijk van jou. Daar zit ik niet op te wachten, hè? Ik ga zeker eens een hartig woordje wisselen met die portier. Doe dat maar dan. Ja. En stok de gele jammer uit, tuk maar op! Meeuw, geweld!